Johan Bijkerk, uitgerekend in het weekend waarin je 80 jaar wordt, start het 23e seizoen van Jazz bij de Biep. Wat doet het met je? Ik moet zeggen, het is een heel apart gevoel. Want het feit dat je 4 keer 20 wordt, dat klinkt beter in dan 80. Ja, dat, ik sta daar nooit bij stil en ik kijk ook nooit terug eigenlijk wat er allemaal gebeurde. Ik kijk altijd vooruit met de jazz. En ik heb nu, omdat ik al 50 jaar arrangeur ben, heb ik van 50 jaar alle stukken doorgezien en een mooi programma gemaakt, afwisselend. Dus dat gaat over 50 jaar. Je hebt een band waaraan jij de leider bent. Hoe hou je die mensen fit? Ik hou de mensen fit door ze leuke muziek aan te bieden. En ja, dat komt dan hierop neer dat je steeds hun nieuwe spullen geeft. Nieuwe uitdagingen. En op die manier is het voor iedereen leuk. Je schrijft de muziek zelf. Hoe moeilijk is dat op jouw leeftijd nog? Helemaal niet moeilijk. Het was in het begin moeilijk, want toen schreef ik tonen op. Die zaten niet op de saxofoons. En die zei, die zitten niet op, Johan. Weet je wel? En toen ben ik later naar het conservatorium gegaan. Toen ik een jaar of 40 was. Even, als je 40 doet, ben, dan doe je toch wat andere dingen. En toen heb ik dus arrangeerles genomen op het conservatorium in Den Haag. En dat heeft mij zover geholpen dat ik kan nou de goede tonen opschrijven voor de muzikanten. Waarom uitsluitend jazz? Nou, dat is zo'n breed terrein als je erin verdiept. Ik heb swing leren kennen door de band van mijn vader. Die had, vlak na de oorlog had hij een band. En je weet wel, na 5 jaar bezetting door de Duitsers, toen was het tijd om te feesten. Hè? Dus mijn vader speelde in een band en hij was bijna nooit meer thuis, want hij was altijd onderweg. En daar heb ik van geleerd in die zin dat hij repeteerde thuis en dan hoorde ik alles gebeuren. Saxofoon, drums, gitaar, viool ook nog en mijn vader speelde piano, net als ik.